Welkom bij mejuffrouw Heidi. In deze aflevering van de moestuin laat ze u zien hoe zij haar suikermais doet zaaien in potjes. Oké, vandaag ga ik mijn suikermais zaaien. Suikermais is een zoete mais. Die je kunt heerlijk kunt eten als je kookt. Ik zal het laten zien. De ding is trouwens True Gold. En dat ziet er zo uit. Zie je er niks van. Het zijn kleine. Ja, nou ja, klein niet. Het zijn gewoon korreltjes mais. Een beetje verdroogd. Dus dan kan je oogjes kleiner als gebruikelijke mais. Ik heb al eens iemand horen zeggen, het lijken uit kindertandjes. Deze ga ik zaaien. Je kunt zaaien in mei en in juni. En je moet in ieder geval, als je ze gaat poten, in blokvorm zetten. Dus in vierkantjes. Je kunt ze in een rij zetten, maar minimaal twee. Maar beter is om er een blok van te maken. En ik wil ze dus dadelijk op zo'n manier in een blok gaan zetten. Eerst ga ik ze in deze potjes zetten. Omdat ik ze wil kiemen, zodat vogeltjes me ze niet uit de grond pikken en dan opeten. Dit zijn het grote formaat potje als wat ik in aflevering 2 heb gezien. De vouwtechniek is hetzelfde, maar het formaat is in de lengte, en ik heb dat al laten zien in de aflevering waar ik mijn aardappels en mijn ananaskers en die heb gespeend. Die heb ik ook in dit formaat potje gespeend. Deze ga ik gewoon vullen met potgrond. Gewoon de potgrond, en er zit potgrond. Druk ze wat aan. Bovenin wat losser. En dan ga ik één zo'n zaadje gewoon indrukken. Niet op zijn kant, liefst net als bij de pompoenen en dergelijke, de grotere zaden. Het liefst op zijn kant, zodat het water er het makkelijkste afloopt. Zo zou er wat meer water op kunnen staan. En dat zou dus tot rot kunnen leiden. Als ik het vol heb, dan zet ik hem in de bak met water die hiervoor staat. Zodat hij alvast vol kan buigen met wat vocht. En dat doe ik eigenlijk bij alle potjes. Het zijn er een stuk of 16. Dan kan ik ze mooi in blok zetten eventueel. En het lijkt me er ook voldoende voor dat als ik ze op moet eten, want ze zullen ongeveer gelijk klaar zijn. Nou ja, je kunt niet allemaal elke dag mais eten. Dat lijkt me een beetje veel. Nu we ze wat doen. Ik ga de waterbak in. En zo ga ik verder met het zaaien van mijn mais. En kom ik zo bij jullie. Zo, intussen is het water van onder naar boven opgetrokken. Dan ga ik ze overzetten in deze bak. Mais, ik heb ze dus een klein stukje onder geduwd. Je weet inmiddels dat ze net zo diep moeten als dat ze groot zijn. Dus een goede centimeter, een klein centimeter is voldoende. Mais is een subtropisch plant, dus die houdt van warmte. Vandaar dat die ook in mei pas eigenlijk goed en wel gezaaid wordt. Ook buiten de gewone broeiermais wordt pas laat gezaaid, omdat die toch niet eerder kiemt. Ik zal hem daarom ook met het mooie weer buiten zetten. En dan s'avonds binnenhalen. En zal geen kap proeven. Om toch niet te broeien. Doordat ik ze nou in die bakjes heb gezet, hoop ik dat ze goed kiemen. En dat ze een beetje een voorsprong krijgen. En ja goed, de vogels kunnen de mais dan niet oppikken, eruit halen en oppikken. Want die vinden mais natuurlijk ook wel lekker. Maar die krijgen ze niet. Doordat ik ze nou zaai, het is begin mei, dat kan dus, hoop ik dus dat ze, zoals ik zei, al een voorsprongetje krijgen. En daarmee het groeiseizoen verlengen. En zodoende kan tellen op wat rijpere korven. Ja, als het groeiseizoen te kort is, dan kunnen de korven niet meer rijp worden. Ja goed, het gaat mij om de korven, dus
Die moeten wel rijp zijn. Nou, ze zijn klaar. Ik kan ze in de zon zetten. En vanavond haal ik ze binnen. Ik hoop dat ze snel kiemen. En plantje wormen. En dan kunnen ze buiten worden, verder uitgeplant worden. En kunnen ze daar verder groeien. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.